Ik zou geen ander museum weten waar ik heel graag de collectie aan zou willen schenken als aan Singer Laren. En dat wetende, daar worden wij allemaal heel erg blij van. En dat motiveert ons enorm om het uit de kast te halen wat erin zit en hier straks met iets heel moois te komen. De oorspronkelijke verzameling van Singer Laren is bijeengebracht door Anna en William Singer, 100 jaar geleden. Het gaat over de generatie voor 1900. De natuurschilders, de Nederlandse impressionisten. Waar zij ophielden met verzamelen, zijn Els en Jaap Blokker eigenlijk begonnen. Die periode vanaf 1900, die we de periode van het modernisme noemen. Die zet zich af tegen die eerdere periode. Wat wij hier in Singer permanent gaan laten zien, is het ontstaan, de aanloop naar het modernisme, dus dat zijn die impressionisten, en de bloei daarvan, van het modernisme. Met kunstenaars als Sluiters en Gestel en Kees Max, et cetera. Die we dankzij de collectie van Els en Jaap Blokker nu ook in huis hebben. Jan Sluiters en tijdgenoten, dat is eigenlijk de rode draad van onze kunstcollectie. Vanuit die tijd hebben wij de meeste schilderijen gekocht. Ook omdat wij natuurlijk heel erg geraakt waren door de kleuren, het fauvisme. Ja, dat sprak ons gewoon heel erg aan. En het is gewoon een collectie die met heel veel liefde, met heel veel plezier, met heel veel passie is opgebouwd. Toen ik voor het eerst de verzameling zag, wauw, dit. En dit komt nu hier. We moeten die verzameling natuurlijk ook kunnen laten zien. En daarvoor is Singer nu een beetje te klein. Maar dankzij Els Blokker gaan wij de Nardingvleugel bouwen. En als alles goed gaat, dan wordt eind 2020 de nieuwe vleugel geopend, waar permanent het Nederlands modernisme te zien is. Ik hoop heel sterk dat mensen die naar de collectie komen kijken, daar enorm van genieten. Net zozeer als Jaap en ik altijd van onze schilderijen hebben genoten.